heb je in de toekomst eigenlijk nog wel iemand fysiek nodig om een relatie met die persoon te hebben? En toen ben ik met twee andere jongens in een VR-wereld gaan daten met z'n drieën. Mm-hmm. Maar ik weet gewoon niet wie je bent. En dat vind ik gewoon eng. En we hebben hier een Kissinger. Het klinkt echt alsof een robotje kust of zoiets. We hebben een leuke romantische ervaring voor jullie gemaakt. Het voelt wel een soort van gezellig eigenlijk. Ja, die dating-app, dat was niet echt mijn ding. Ja, het waren niet mijn types, dus het was meer echt dik opgemaakt. Scholieren zoeken naar oplossingen voor wereldproblemen. Denk, vanmiddag op ZAP.